Welkom bij Topnames. Blom en Stekel wou ik zeggen, maar het is eigenlijk Airblow en Ed Stekel. We praten wekelijks over digitale zaken. Dat doen we dit keer met Salar. Salar is van Silk. We moeten je eerst eventjes feliciteren. Want gisteren werd het bekend dat je 1,6 miljoen hebt opgehaald. Dollar, heet dat dan tussen aanhalingstekens dollar. Maar dat lijkt me nog steeds veel, zeg maar. En investeerders die zo in Silk geloven dat ze dit geld... ik zat vandaag te googlen. Ik heb vorig jaar gemist. Maar een jaar geleden was volgens mij, kwam ik ongeveer hetzelfde verhaal tegen. En als je nog ietsje verder googelt... het begon met 5 ton van een van de mensen achter Skype. Ja. Dus je bent een van de meest succesvolle Nederlandse start-ups... als het over dat gedeelte gaat, op zijn minst. 3,7 heb ik opgeteld. Ja, in dollars. De eerste ronde was een euro. Ja. En je gaat zo vertellen wat je precies doet. Maar je gaat ons nu vertellen hoe je dat doet als je bij de investeerders komt. Want jij hebt 3 minuten de tijd om ons als investeerders te overtuigen wat Silk is en waarom wij ons geld erin moeten stoppen. Wat zeg jij dan? Oh, onze visie, niet hoe we het doen. Dus waarom je in Silk zou investeren. Leg ons nu eens uit, zoals je het aan die investeerders uitlegt, waarom Silk... De visie van Silk, dat is denk ik iets wat we heel goed kunnen uitleggen. Dus het idee is dat de toekomst van het web, of een van de dingen die heel veel potentie heeft in het web, is als heel veel informatie machine readable wordt, zoals dat heet. Dus dat computers dat kunnen lezen en daar dingen mee kunnen doen. Iedereen is daarmee bezig. Dus Google is daar heel veel mee bezig. Ze zien dat er limieten komen aan de kracht van het vinden op trefwoorden. Dus gewoon stukjes tekst terugvinden in andere teksten. Ja. En de vraag is, wat is de methode om daar te komen? Er zijn heel veel methodes geweest om... bedrijven als Freebase en PowerSet hebben dat geprobeerd. Met algoritmes, machine learning, dat soort dingen. Bij Silk hebben we eigenlijk een andere filosofie. Namelijk, we gaan mensen de tools geven om het makkelijker te maken... met hulp van computers en algoritmes ook. Om gestructureerde informatie te maken. En als wij een succes zijn, dan zijn wij een platform voor data... wat net zo... zeg maar wat net zo'n positie zou kunnen hebben als YouTube voor video of SoundCloud voor audio. Dat vind ik het toch lastig, Salar. Want dan zit je op aan een investeerder kom je misschien nog net, maar dan zit je op een verjaardagsfeestje. En hoe leg je dit nou begrijpelijk uit aan mensen die niet precies weten hoe databases in elkaar zitten en wat het verschil is tussen een tag en een trefwoord en wat metadata is? Hoe leg je het nou uit? Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat er een groot verschil is tussen de visie en het verhaal wat je aan een investeerder vertelt, wat jullie vraag is, en hoe je product vervolgens aan gebruikers uitlegt. Nou, daar zit bij ons sowieso een groot verschil in. Ja. Dus de visie en wat we proberen te bereiken is iets vrij abstracts en inderdaad moeilijk uit te leggen. Terwijl wat we aan gebruikers proberen uit te leggen, en dat is nog steeds wel een uitdaging voor ons, is simpelere dingen. Dus, en dat is ook echt iets wat we over de jaren heen nu steeds simpeler proberen te maken. Namelijk, als je een collectie van informatie hebt, als je bepaalde type kennis hebt, dan is Silk de makkelijkste manier om dat te delen. En wat we nu heel veel proberen te zeggen is, waar je traditioneel bijvoorbeeld een spreadsheet zou gebruiken, maar een spreadsheet is vaak niet de beste of mooiste manier om die informatie te delen. Voor dat soort dingen is Silk bijvoorbeeld een hele goede toepassing. Of het nou een verzameling is, dus als je een programma hebt als Fast Moving Targets of Topnames, als je al die interviews wil delen, een spreadsheet met al die interviews is niet zo'n leuke manier om dat te delen. Een stilstaat met die data is wel een leuke manier om te delen en is gestructureerd. Dus je kan vervolgens zeggen, ik wil even een lijstje zien van iedereen die mobile doet of iedereen die uit Eindhoven komt of dat soort dingen. En dat is heel moeilijk om met een traditioneel platform te doen. Ja, dus nog eventjes inderdaad, want je zei van... want de investeerders die je hebt, dat zijn ook mensen die zijn thuis in de technologie. Die snappen die onderwerpen waar jij over praat. En de uitdaging is inderdaad daarna, hoe breng je het naar een groot publiek? Ik denk dat het allerbeste is als je gewoon even wat dingen laat zien. Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Ja, want er zijn ongetwijfeld mensen zijn van, laat het maar eens zien. Wat voor soort mogelijkheden zijn er? En je zei inderdaad van Fast Moving Targets had je als voorbeeld. Dus mensen die nu naar, sinds gisteren is het URL silk.co. Hiervoor was het silkapp.com. Nu zit silk.co. En bijvoorbeeld, daar kunnen jullie in ieder geval een voorbeeldje vinden van de startups die hier zijn geweest. En die we ook op die manier, zoals je net zei, gehoord hebben. Maar ja, leid ons rond. Ja, nee, dat vind ik leuk. Dus wat ik eigenlijk nu ga laten zien is ook de gefocust op wat we gisteren hebben aangekondigd. Dus Silk for Teams. Dus dat is eigenlijk de toepassing van Silk Sites voor
besloten omgevingen. Dus voor een bedrijf, voor een groepje mensen die niet per se publiek toegankelijk is voor het web. Wat is het idee van Silk? Ik heb hier een voorbeeldje van onze investeerders. Dus wel een lokale kopie met publieke data die ik mag laten zien. Dus die investeerders hebben geïnvesteerd in Drupal, neem ik aan. Ja. Dus wat je hier ziet is eigenlijk hun site, of een kopie van hun site in dit geval, hun Silk site. En in dit geval zie je dus dat elke pagina is een van hun investeringen. Dus een portfolio van investeringen, ook een soort collectie van informatie. Daar krijgt dus elk bedrijfje een eigen pagina op. En wat er heel uniek is aan Silk is dat je dus een combinatie kan maken van ongestructureerde en gestructureerde data. Nou, weer iets wat je niet op verjaardag kan uitleggen. Maar wat je wel kan uitleggen is dat je heel vaak dingen hebt waarbij je gewoon een stukje tekst wil hebben of een plaatje wat je hier ziet. En wat meer terugkomende informatie. Mensen herkennen dit van Funda, van productvergelijkingen, van IMDb bijvoorbeeld bij films. Yep. Dus het concept is niet onbekend voor mensen. En traditioneel om dit te doen is het heel moeilijk om het eigenlijk op één plek te zetten. Behalve als je zelf iets gaat bouwen met een database en een front-end en dat soort dingen. Nou, en still kan je dit gewoon op deze manier doen. En de kracht is, komt dan op een paar manieren terug. Dus nou, je hebt gewoon zo'n losse pagina's zien er al best wel leuk uit. Vergeleken met een spreadsheet bijvoorbeeld. Als je op een ding klikt, bijvoorbeeld gewoon een eigenschap, bijvoorbeeld information technology, dan weet ik niet of wat voor wifi ik zit trouwens hier. maar dan krijg je meteen een overzicht, een soort van live dashboard die door alle informatie heen zoekt op deze site en je een overzicht geeft van waar investeren ze allemaal in. Dus je ziet bijvoorbeeld de distributie van investeringen, welke mensen in hun team zijn er actief in deze sector enzovoort enzovoort. En als je nog meer informatie wil maken, dus als je bijvoorbeeld nu zegt ik wil een nieuwe investering toevoegen, dan kan je dat op een hele makkelijke manier opvullen hier. En dit is een soort van zelflerende template. Dus wederom in plaats van iets in een spreadsheet aan te vullen, kan je gewoon nu zeggen van nou, Fast Moving Targets is een investering van NEA. En, dat zouden ze wel willen. Ja. Dat zouden ze wel willen, natuurlijk. Ja. En met een paar klikken kan je zeggen, nou, het is een IP-bedrijf. Het wordt allemaal organisch, zeg maar, door de voorheen ingevoerde data opgevuld. En dit is heel makkelijk voor mensen, ook die niet heel technisch zijn. Ja. Om even aan te klikken, een tekstje erbij te typen, een fotootje van je erbij te zetten. En ja, alle zoekopdrachten die er nog meer zijn, die worden meteen geüpdatet zodra dit opgeslagen is. Ja, hey, wat opviel, ook met de vorige investeringen, nu ook weer jullie investering van die 1,6 miljoen dollar komt bij New Enterprise Associates vandaan, NEA. Ja. Jullie zitten altijd in Amerika voor je investeringen. Waarom is dat? Nou, onze eerste investering niet hoor. Ja, dus onze eerste investering was van Atomico, die zit in Londen. En we hadden ook een paar lokale Nederlandse angels die mee hebben gedaan. Je hebt wel angels. Ja, okay. We hebben een aantal. Het hielp wel heel erg dat Atomico de ronde leidde, zoals dat heette. Dus dat is wel een soort van stempel die je nodig hebt. Ik denk een paar dingen. Als je gelooft in onze visie, dan weet je dat we uiteindelijk best wel veel geld nodig gaan hebben. Dus paradoxaal genoeg, hoe beter het gaat voor de komende paar jaar, hoe meer geld we zullen ophalen. Tot op zekere hoogte natuurlijk. En ja, er zijn denk ik niet zo heel veel Nederlandse investeerders die überhaupt in dit soort bedrijven willen investeren. Die de soort van zoveel geld, op termijn zoveel geld kunnen investeren en willen investeren. Dus, en waarom doen Amerikanen dat dan wel? Ja, ik denk dat er heel veel redenen zijn. Ik denk gedeeltelijk is het gewoon letterlijk een kwestie van kapitaal. Dus gewoon NEA zelf. Uit mijn hoofd is een huidige fonds, dus zeg maar de nummer 14 is dat dan, is 2,4 miljard hebben ze te investeren. dus voor ons is wat zij, zeg maar, voor hun de afweging of zij geld in ons stoppen is niet het geld, maar zijn wij hun tijd waard? Dat is echt letterlijk hoe ze het zeggen. Ja. Ben ik de tijd van onze partner daar waard? Dat is zijn afweging. Dat geld is soort van secundair. Als wij straks, als het heel goed gaat en ik heb een plan waarbij ik zeg, nou met 20 miljoen kan ik nu overal kantoren in de wereld hebben en opschalen als we daar aan toe zijn. Dat betalen, zeg maar, dat hebben ze voor over. En zij denken, we gaan net zo lang door totdat het bedrijf naar de beurs kan. Als het een miljard kost, prima. Want als het goed is, zeg maar, rendeert dat uiteindelijk. Ja, dat is de mentaliteit die hier niet is. En misschien niet onterecht hoor. Zo makkelijk is het hier niet om als bedrijf groot te worden, naar de beurs te gaan, puur door in Nederland te blijven. Maar zoveel kapitaal is er ook misschien ook niet voor dit soort type investeringen. Ja, maar ze geloven dan ook wel in je concept. Dat heb je misschien drie minuten voor gehad om het uit te leggen. Ik weet niet hoe het werkt. Maar, als je eenmaal zeg maar, een meeting hebt na een paar mailtjes en de juiste introducties, heb je vaak een half uur of een uur.
Ja, en, voor de eerste... En dan lukt het jullie dus wel blijkbaar om dat verhaal zo te vertellen dat ze denken, wow, die jongens die zijn wel ambitieus. Ja, ik denk dat we ook een heel goed verhaal en een hele goede visie hebben, hoor. Ja, je begint erbij te lachen. Ja. Ja. Nee, ik denk dat... kijk, zeg maar, is een bekende investeerder, Paul Graham, die ook heel vaak zegt van... Vaak lijken de beste ideeën, niet dat ik dat per se nu, dat is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk, maar lijken een soort van een toy. Dus iets gewoon een soort van, nou, dit is leuk, maar wat kan je ermee? Of worden vaak verkeerd begrepen in het begin. En daar moet je ook een soort van tegen kunnen. Ja, wij kunnen er tegen, we geloven in de visie. Het is niet, absoluut niet 100% zeker dat we het gaan halen. We zijn een start-up, het is een durfkapitaalinvestering met risico's. Maar als wat we denken dat het, zeg maar, wat stil is, als dat een succes is, dan zullen we ook een groot succes zijn. Dus het is waarschijnlijk, zeg maar, er is een grote kans dat wij uiteindelijk op nul uitkomen, om het zo te zeggen, gewoon failliet gaan. Dat is jammer, dat hoopt natuurlijk niemand. Maar er is niet zo'n hele grote kans dat wij een bedrijf worden wat 1 miljoen omzet per jaar draait. Dat is heel onwaarschijnlijk. Of we gaan vrij groot worden of niet. Daar komt het gewoon op neer. Dat is... Ja, waar zie je uiteindelijk jullie verdienmodel? Je zet jezelf nu neer als een omgeving waar je, als je gestructureerde data hebt, of ongestructureerde data, of daar iets mee wil en mooi wil visualiseren, of in ieder geval wil ontsluiten, dat je dan bij jullie eigenlijk voor niks dat kunt doen. Ja. Hoe gaat dat in de toekomst verder? Want je zult op een gegeven moment geld moeten willen verdienen. Gisteren hebben we dus aangekondigd wat het eerste verdienmodel zal zijn. En dat is dat voor de Silk for Teams, dat zijn private sites. Ja. Die dragen vanuit ons perspectief, die dragen niet bij aan de ecosysteem van gestructureerde data. Ja, maar goed, maar gebruiken wel jullie engine om data op een mooie manier te visualiseren. Ja. En, ze gebruiken gewoon ons platform in principe. Ja. Dat wordt een betaalde dienst. Dus het idee daarvan is dat als je een team hebt, dat je simpel gezegd $10 per user per maand gaat betalen daarvoor na 3 users. Dus als je een advocatenkantoor bent van 50 man, dan betaal je $500 per maand om Silk te gebruiken. Hey, maar waarom ben je dit gaan doen? Want ik zou zeggen, met deze investeerders, met deze ambities, is je eerste doel eigenlijk massa halen, zou ik zeggen. En is eigenlijk niet je eerste doel inkomstenstromen genereren. Nee, het gaat ons eerlijk gezegd ook niet om de inkomstenstromen. Wat we hebben gezien is, de afgelopen jaar, maar vooral half jaar, hebben we dus echt de groei gezien van bedrijven in verschillende vormen die het zijn gaan oppakken. En het interessante is dat een van de grootste soort van, ja, het is geen feature request, maar dingen waar bedrijven zich zorgen om maken, is dat de dienst gratis is. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we dit doen. Omdat heel veel bedrijven die denken, ja, als het gratis is, de kans dat het bedrijf verdwijnt is groot, of ze gaan het verkopen, terwijl dat is absoluut niet onze intentie natuurlijk. Of er komen opeens advertenties bij, dat is een beetje hoe mensen inmiddels geconditioneerd zijn natuurlijk. Ja, ja. Dus het komt ook, zeg maar, dat is een van de hoofdredenen waarom we het hebben gedaan, is ook om te laten zien, dat gedeelte wordt ook gewoon een betaalde gedeelte. Het maakt ons initieel voor de komende jaar niet heel veel uit. De aantal gebruikers is belangrijker dan het geld wat daaruit... Ja, en uiteindelijk de doorontwikkeling van je engine en de bruikbaarheid daarvan, dat is waar het jullie om gaat. Ja, dus en dat hangt heel erg met elkaar samen voor ons. Hey, Nico Schoonewoord zit te kijken en die hoorde gisteren van ook een nieuw initiatief, dat is dataprovider.com, van buiten de ring, schrijft hij ook, namelijk Groningen. Hoe vergelijkt Silk daarmee? Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb het gezien, maar ik heb er niet heel uitgebreid naar gekeken. Dus ik weet niet of ik de 100% de juiste antwoord er ook kan geven. Maar ik denk, en als jullie beter weten wat zij doen trouwens... Ik klik hem net aan. Ze zeggen, we crawl the web and structure the data. Build the data set in a few steps. Ja, dus wat ik begrijp, en er zijn ook een paar andere bedrijven, in Portio bijvoorbeeld is er eentje van, gaat het echt om crawlen en spideren van data. En dan kom je weer terug op het verhaal waarmee ik begon, namelijk... Het idee van puur harde technologie gebruiken om bestaande niet gestructureerde data te structureren in feite. Onze visie, dat is echt, zeg maar, gewoon een bijna filosofisch verschil, is dat het heeft een limiet en die limiet is snel bereikt. En dus de voorbeelden van de bedrijven die ik noemde, zoals Freebase, die hebben echt honderden ingenieurs, honderden miljoenen aan investeringen opgehaald en die kwamen uiteindelijk niet verder dan Wikipedia goed kunnen. Wikipedia is een soort van ding waar iedereen mee begint, wij ook. Ja. Maar daar is een soort van, dat was echt het limiet in één taal. Ja. En ons idee is, soort van, hoe ik er heel erg tegenaan kijk, is de wereld nu is alsof iedereen in een tekstverwerker werkt zonder tekst opmaak. En mensen willen graag uiteindelijk teksten zien met tekst opmaak. En mensen. En, ja.
Ja, en de oplossingen waar mensen nu mee komen is, we gaan algoritmen bedenken waarmee vanzelf woorden vet gedrukt en schuin gedrukt worden. En af en toe gaat het goed. Terwijl wat onze aanpak is, is wij komen met een product met een knopjes om woorden vet te drukken en schuin te drukken. Zo moet je het bijna zien. Ja, toch vind ik het ook lastig om te bedenken wat echt uniek is in jullie platform en in jullie engine. Kijk, uiteindelijk, ik heb ook in het verleden en nog steeds trouwens heel veel met data gewerkt. Sportdata bijvoorbeeld, daar bouw je dan. Je hebt een enorme database met sportdata, dus historische data. Je hebt real-time data, loopt daarin. En vervolgens bouw je een website waarin je die data structureert en presenteert. Ja. Die visualiseer je. En op het moment dat iemand gaat schaatsen, kun je met al die data een schaatsbaan virtueel maken en zie iemand schaatsen. En tegelijkertijd kun je zien hoe die zich fout tot de schema's van al zijn concurrenten en zijn PR en noem maar op. Ja. Dat bouw je op een database, je ontwikkelt zelf de algoritmes en je presenteert dat. Ja. Ik heb het idee dat jullie dat ook doen. Het enige wat je daaraan toevoegt is dat iedereen zijn eigen dataset daarin kan stoppen. Maar dat je een paar generieke visualisatietools hebt gemaakt, maar de filter elementen die erin zitten, namelijk dat je gewoon op een tag kunt klikken en dan filter je de hele database op die tag. Dat is allemaal geen hogere wiskunde. Nee, absoluut niet. Maar wat je bedoelt met dan bouw je dat even, je bedoelt dan programmeer je dat even, toch? Ja. Als ik het goed heb. Ja, en dat is het verschil. Want dit is een beetje dezelfde discussie die je had toen bijvoorbeeld allerlei bloggingplatformen opkwamen. Is de mensen die het kunnen, die denken, ja, wat is het nou? Ik kan dit met de hand met HTML doen of ik heb mijn eigen CMS gebouwd. Wat wij proberen te doen, want wat jij beschrijft is exact de use case van Silk. Voor mensen die niet kunnen programmeren. Want dat is natuurlijk, wij proberen Silk zeg maar gebruiksvriendelijker te maken. Maar als je de uitgangspunt is, je begint door een eigen MySQL database te pakken of MongoDB te pakken. Ik bouw daar mijn eigen frontend op, dat is al op, zeg maar, dan heb je het al of over mensen die geld hebben om mensen aan te nemen om dat te doen, of mensen met de skills die dat kunnen. En ons idee is dat bijna iedereen dit soort content heeft en dat wij willen het soort van naar de massa brengen. Dus het is echt exact wat je hebt gezien in de jaren 90 van met de hand HTML naar content management systemen of de soort van met de hand bloggen naar Blogger en later naar Tumblr. Wij willen een soort van die schakel zijn van met de hand databases maken en frontends daarop naar gewoon een kant-en-klare oplossing die vast niet alle use cases gaat oplossen. Er zullen altijd gevallen zijn waarvan je zegt, nou, ik moet het echt zelf bouwen. Maar de massa, de grootste groepen van de gebruikers, die hebben hopelijk waarschijnlijk genoeg aan wat wij aanbieden. En te sneller, makkelijker voor hen, goedkoper. Jij democratiseert dat proces. Data creëren. Ja. Ja. Ja, wat ik wel, hè, ik als voor mij is het altijd belangrijk of dingen blondproof zijn. En komt nu de support, de user support. Nou ja, gaan we even helpen. Ben je er klaar voor? Ja, wat ik me realiseerde bij toen ik er zelf mee bezig was, dat ik ben er, ik vind het hartstikke mooi, ik ben er gefascineerd, is dat denken in data en structuren, et cetera, over iets heel eenvoudigs wat ik aan het doen was. Eigenlijk nog best een ingewikkeld ding is in die zin. Ik denk dat jullie vrij veel moeten doen aan het opleiden van mensen. Want in mijn geval ging het over een zaal met artiesten en concerten. En mijn logica, mijn kleinste eenheid is artiest. En ik begon dus met een artiest en ging naar een concert aan toevoegen. En toen kwam ik met jou in de mail en zei, nee, je moet beginnen bij het optreden. Nou, dat heeft mij geholpen. Maar voor mij is dat al een heel abstract. Voor mij is dat eigenlijk dus kennelijk al een heel abstract ding. En voor jou is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Nee, klopt. Dus voor mij, wat is zeg maar de grootste hobbel die jij denkt dat jullie moeten nemen om dit naar een groter publiek te brengen? Ja, dit is een van de grootste hobbels. Dus het grappige is, af en toe denk ik wel van daarmee beginnen we wel dicht bij onze definitie van succes te komen. Want als je startpunt is, mensen moeten zelf databases kunnen bouwen. En nu komen we op het punt dat je hoeft dat niet, maar de limitatie is dat je niet weet hoe je je data moet bedelen. Dat vind ik een goede probleem om te hebben voor ons. Ik ben daar eigenlijk best wel blij mee. En ik geloof dat jij zelfs had gezegd van ja, uiteindelijk moet het niet uitmaken wat je startpunt is van hoe je data invoert. Ja. En dat is een van de dingen waar we mee bezig zijn. Het is verrassend moeilijk, maar dat is echt iets waar we best wel veel moeite aan doen. Dus onafhankelijk van welke as, om het maar zo te zeggen, je de data invoert, dat je op elke manier kan draaien. En ik denk dat beantwoordt misschien ook een beetje wat je net vroeg van, dat is geen hogere wiskunde. Het is maar gedeeltelijk waar. Je ziet, we doen heel veel moeite om heel veel van de dingen die we doen te verbergen. Maar één simpel voorbeeld die ik kan uitleggen is,
traditioneel, als je een database maakt, moet je schema's definiëren, mm-hmm. zoals je waarschijnlijk weet. Ja, modellen, schema's, ja. architectuur. Bij ons hoef je dat niet te doen en mensen hebben niet eens door dat het op de achtergrond gebeurt. Dus als jij een paar keer iets invult en het ziet eruit als een datum, dan herkennen we dat. Indexeren we het als een datum, maken wij vanzelf de... We zijn gewoon een zelflerende database, als je het zo wil bekijken. We herkennen vanzelf dingen die lijken op adressen. Dat patroon herkennen we. Dan gaan we vanzelf geodata eraan koppelen. En dat doen we met heel veel datatypes. Dus we doen heel veel van dat soort dingen die je als gebruiker niet merkt. Oké, maar dat is wel een belangrijke toevoeging. Want dat betekent dat behalve de data die je erin stopt, jullie ontzettend veel data al toevoegen en geautomatiseerd genereren uit de data die je erin stopt. Dat is een van de dingen die mensen fantastisch vinden aan Silk. Is je hoeft maar een paar dingen toe te voegen met bijvoorbeeld, je zegt gewoon een adres of een stad of zoiets. En je kan het op een kaart zetten. En inmiddels beginnen mensen dat vanzelfsprekend te vinden. Maar als je bedenkt, wat is er nodig om dat te doen? Het is niet heel makkelijk. Ja, maar ja, dat is toch een dankbare taak. Dat is natuurlijk... En het is ook, nogmaals, het zijn als mensen ook dan denken... En dat weet ik van vroeger ook nog wel. Mensen vonden het echt belachelijk als ze de tussentijden van het schaatsen 3 seconden later binnenkwamen dan het beeld. Ja, die hebben geen idee dat er over hoeveel schijven dat allemaal loopt. En toen hadden we het gefixt, kwamen de tussentijden eerder dan het beeld. Dat was ook niet goed. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Hey, als de stukken die ik las, wordt voor jullie Amerika een belangrijk land om meer vanuit te gaan opereren. Je houdt ongetwijfeld hier, neem ik aan, ook je basis. Maar hoe gaat dat eruit zien de komende tijd? Ons idee is dat we ons product en ontwikkeling en programmeurs en design gaan we gewoon in Amsterdam houden. We hebben hier al een team, we willen dat niet verhuizen. En hoeveel mensen heb je? We hebben nu 12 man. Okay. En het gaat ons eigenlijk best wel goed af om hier te recruiten daarop. Alleen wat we waarschijnlijk wel gaan doen is de commerciële kant van het bedrijf meer in de VS opbouwen. Dat is omdat we echt denken dat daar een grotere markt is. Als we gaan kijken van wat voor bedrijven, wat voor mensen, hoe snel worden dit soort producten geadopteerd. Mogelijke partnerships en ook een beetje opportunistisch, omdat het makkelijker voor ons maakt als het goed gaat om later bijvoorbeeld meer geld op te halen. Dus het is ook echt een bottleneck. Hoe meer je soort van Europees bent, hoe moeilijker het is om die latere stappen te doen. En aangezien onze visie ook echt op een verre afstand zit, probeer ik daar nu al rekening mee te houden. Ja, Remco Jansen vraagt zich af of jullie je niet duidelijker moeten richten op niches in plaats van het nu heel algemeen neer te zetten. Ja. Bijvoorbeeld wetenschap, journalistiek, data-rich, corporates, dat soort dingen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is eigenlijk waar we nu soort van, dit was de stap 1 daarvan. En dat we gaan nu de komende weken daar die strategie uitrollen. Dus de groep accounts die je kunt maken zijn vooral gericht op die niches. Ja, dus fase 1 is dat we nu duidelijk hebben gemaakt. Dus als je tot eergisteren op onze site keek, dan leek het puur een soort van een leuk ding met consumentenapplicaties, met cafeetjes en 3D-printers. Wat nog steeds, dat gaan we niet dichtzetten. We willen ook een platform blijven. Maar we willen laten zien dat wij heel veel waarde kunnen creëren voor bedrijven en teams. En dat is een soort van de eerste afbakening. Maar wat we nu gaan laten zien is case studies van gebruikers, hoe ze het gebruiken. En dat is echt gefocust op verticals die wij, waarvan we denken dat ze ook heel goed gaan. En welke worden dat? Dus je hebt eigenlijk 2 assen waar je steeds naar kan kijken. Ja. Dus hoe het gebruikt wordt. Dus wat we nu heel erg veel zien is dingen die draaien om bedrijven en personen. Dus bijvoorbeeld rondom talent, freelancers, HR. Of van die CRM-achtige toepassingen, dus met klantendata. Al dat soort toepassingen werken heel goed in Silk. We horen heel veel gebruikers die heel blij zijn van waar ze soort van wat ze voorheen gebruikten naar de overstap naar Silk. Dus dat willen we uitbreiden. En de andere assen, wat voor bedrijven heb je dan over? Dat is iets minder goed gedefinieerd op deze fase. Maar we zien bijvoorbeeld een combinatie van non-profits die vooralsnog wel kunnen betalen. Mediaproductiebedrijven, PR-bedrijven, dat soort type organisaties. Vaak de bedrijven, laten we zeggen, tussen de 50 en 300, 400, 500 man. Dus niet de allergrootste en niet de allerkleinste bedrijven. Daar zien we nu wel gewoon echt groei die we denk ik nog meer kunnen versnellen. Ja, hoeveel klanten hebben jullie nu? We spreken niet over klanten, maar we hebben 16.000, ik moet het goed zeggen, we hebben 12.000 Silk sites die actief zijn. Oké, ja. We hebben trouwens nog een leuk filmpje. Nou, gaan we die even kijken. Zullen we dat even laten zien? Dat maakt volgens mij heel duidelijk wat jullie net gelanceerd hebben. Vooral het product zelf. Het product zelf. Laten we even kijken. Duurt 2 minuten of zo. This is Dave.
Dave is a coffee geek and loves to hang out in cafes to do some writing. As a hobby, he operates a popular site called Onze microfoons staan nu dichter, Peter. Places. Today he is visiting Two for Joy in Amsterdam, which means that he will thoroughly check this place out for the things that matter. He finds out if the coffee is any good, if the staff is friendly, if you have to pay for Wi-Fi, if there are enough power plugs, and if there is no loud music. Dave wants a site that helps everyone find their perfect cafe. He first used a blog, but a blog isn't suited for searching and referencing. Luckily, Dave found Silk. Silk turns your collections into a smart website. On his Silk site, Dave creates a page for every cafe he likes. He then enters his findings, like coffee quality and Wi-Fi speed. Silk remembers what things Dave entered for the previous cafes he added to his site. Silk is specifically built to help you create collections of pages that share the same structure. Once the structure is there, Silk can help you make sense of your data with interactive overviews and maps. Dave has an interactive map on his site, which his visitors can use to pick the perfect cafe. You can use Silk to create and share collections about anything: restaurants, designers, TV shows, the solar system, work projects, cool things to do in your city, you name it. Build a smart site in minutes, organize your knowledge and make any representation of it. That's Silk. Maar tegelijkertijd blijft toch een beetje in die koffieshops hangen. Hè? Jullie, want ik weet nog wel, de vorige keer dat we Sander, die toen bij jullie werkte, was hier. En die vertelde nou dat jullie deden voor mij broodjes bestellen met z'n allen, volgens mij. Ja, via een soort van Silk ding. Nou, ik ben er heel erg van overtuigd, inderdaad, wat jij eerder zei, dat die datasets van bedrijven, et cetera, gaan werken. Vind jij het ook niet jammer dat je nu een beetje gedwongen wordt om je product te beperken? Het verkoopt misschien makkelijker, maar ik denk eigenlijk dat jij denkt, er kan zoveel mee. Ja. Nee, ik denk als ik de soort van, zowel de kracht als de zwakte van Silk en van mij is dit waarschijnlijk. De hele visie en de reden waarom ik Silk leuk vind om aan te werken is het idee dat het een hele brede krachtige platform kan worden. En de dingen waardoor het straks ook heel interessant kan worden is als we een beetje groeien, is dat je bepaalde netwerkeffecten kan introduceren. Dus hoe meer het moet afbakenen, hoe... Ja, je versnelt het soort van één richting, maar je wil in alle richtingen groeien. Dus het is wel gewoon iets wat we begrijpen goed genoeg hoe belangrijk het is dat we dat doen. Maar we houden altijd in ons achterhoofd wat ons doel is. Wij willen niet een soort van een ding worden voor één sector om één iets te bereiken. Dat zou, ook als dat goed verdient, dat zou voor ons geen succes zijn vanuit de visie. Ja, wat ik ook nog wel een lastige vind, maar misschien hebben jullie daar heel duidelijke gedachten over, is dat vaak denk ik als bedrijf of als instelling of als organisatie je datasets hebt waar je best wat mee wil doen, ook uit analyseoverwegingen of om het gewoon duidelijk te maken. Maar dat wil je dan eigenlijk integreren in je bestaande webomgeving. Ja. Jullie bieden een platform waar je dat kunt doen. Hoe gaan mensen daarmee om? En bieden jullie bijvoorbeeld tooling die je kunt embedden op je eigen site? Je kan alles wat je in Silk maakt, kan je embedden. Dat heb jij zelfs als een van de eerste gedaan, denk ik. Ja, vertel hem niet alles. Ja. Ja. Nee, dus je kan elke widget eigenlijk die je maakt in Silk, dus of het nou een tabel of een kaart of een grafiek of wat dan ook is, die heeft gewoon een URL die je kan delen, maar die je ook gewoon als embed kan gebruiken. Okay. Dus dat is echt zo'n soort van platform idee. Hè, dat je dat, en dat kan je dan vervolgens op je blog doen. Maar in de private versie betekent het ook dat je... Dus de site is wel beperkt. Ja. Maar dan kan je nog steeds op je bedrijfsintranet bijvoorbeeld posten. En dan is die data daar ook in geïntegreerd. Oké, okay, super. Ja. Hey, vraag van Johan Schaap. Er is tegenwoordig veel te doen over eigenaarschap van data. Ja. In hoeveel kliks trek ik mijn Silk leeg? Hè? Als ik nu naar YouTube ga, dan kan ik op één knop drukken. En dan kan ik 200 video's in één keer... downloaden en is mijn account leeg. Ja. Hoe spelen jullie daarop in? Nou, sowieso is de data altijd van de site-eigenaar. Dus wij claimen geen eigendom over de data. En dat is, als je je data wil wissen, kan het ook altijd.
We hebben ook een hele open API, dus je kan via de API altijd alles, al je eigen data eruit halen of manipuleren of wat je er ook mee wil. Wij hebben helaas nog niet één knop nu die je kan gebruiken. Je kan ons wel mailen als je data direct uit wil halen. Maar het is wel iets wat we op korte termijn willen doen. Juist ook omdat we... een van de dingen die je als start-up natuurlijk moet doen... en ik denk dat iedereen die hier zit, die hier meekijkt met start-up dat weet... is met een klein team geef je meestal in het begin de prioriteit op dingen die... groei of sign-ups helpen. En in het begin denk je, ja, dit is als je weinig gebruikers hebt, dan ga je niet focussen op de mensen die weg willen gaan. Ja. maar nu merken we ook dat dit is een goede, heel veel, dit helpt mensen om ook Silk te gebruiken. Dat is een soort van verzekering dat ze denken, nou ja, dat je op ieder moment je data kunt deleten. Exact. Dus dat is, deleten kan sowieso trouwens al. Dat kan je wel gewoon vanuit ons dashboard. Ja. Maar eruit halen is iets wat technisch sowieso kan. Er is geen lock-in, maar wij moeten daar een betere tooling op voor aanbieden. En jullie bieden nu die mogelijkheid, ik al die data erin kan stoppen. En als je hebt het over APIs. En ik zou inderdaad zo graag willen dat ik op een makkelijke manier zou kunnen koppelen aan andere datasets, aan andere APIs feite. Zeg je eigenlijk, daar voorzien wij in doordat we een API hebben? Of denk je er ook over om je eigen, het voorbeeld waar we net over hadden. Ik heb een lijst van artiesten. En ja, als ik dan natuurlijk met één knop zou kunnen zeggen, kijk of er ook muziek in Spotify zit, zodat ik eenvoudig de koppeling van datasets. Is dat iets wat eraan zit te koop? Ja, dus er zijn dus zowel buiten Silk om, dat is een van de vragen. Dus gewoon stel, je wil je typt een artiest in, dat we Spotify links kunnen aanbieden. Dat zijn gewoon tools zoals wij dat zien om het maken van een pagina makkelijker te halen. Dat zijn dingen die ook in onze pipeline zitten. Ik zou niet durven zeggen dat ze in 2 of 3 maanden aankomen, maar het komt er wel, dat komt er zeker aan. Zeker wat betreft bijvoorbeeld het toevoegen van plaatjes, want dat is iets wat je graag wil om de site mooi te maken. Ja. Een van onze wat langere termijn visie over gewoon ons platform is dat je publieke datasets met elkaar kan koppelen. En ik denk dat daar heel veel kracht uit kan komen. Dus als jij een dataset hebt van alle optredens van Paradiso, dan zal ik daar later mee kunnen koppelen als die data publiek is. En ik denk dat daar heel veel interessante dingen mee kunnen komen. En dan begin je ook op het punt te komen dat je puur databases voor mensen ontstijgt en gewoon een meer gestructureerde web begint te krijgen waar gewoon de links waarde krijgen. Ja, ik vind het waanzinnig interessant hoor. Ja. Ik ook. Ik ben een fanatieke gebruiker. En ik weet er weinig van, dus dat is dan weer mijn redding. Dan kan ik bij... We doen zo nog een sessie met... een privé sessie. Ja. Maar wat jij net zei, dat nog even tot slot dan. Want je zei, uiteindelijk zeg maar, onze visie is... dat het op een gegeven moment dat we zoveel van die data hebben... dat het netwerkeffect een rol gaat spelen. Kun je dat eens uitleggen? Wat zie jij dan voor je? Hoe gaat dat netwerkeffect? Nou, dus één simpel voorbeeld is... stel je voor... je hebt hier al je interviews. Jij maakt een pagina over Silk omdat ik bij je langs ben geweest. En je vult daar een paar dingen in die voornamelijk voor jou of voor deze uitzending relevant zijn. Als er een Silk Crunchbase is, wat er ook overigens is. En we hebben deze feature, zeg maar. Dan zouden we automatisch alle informatie die daaruit komt, zouden op jouw site ook meegelinkt kunnen worden. Dus dan kan je vervolgens... Alle publieke bekende informatie over hoeveel geld we hebben opgehaald, hoef jij dan niet in te voeren. Dat staat al op een andere Silk site. Als iemand ook daarop wil zoeken, bijvoorbeeld ik wil zoeken op alle mensen die bij het topnemen zijn langs geweest, die meer dan 1 miljoen hebben opgehaald, dan is dat gewoon iets wat kan, zonder dat jij het ooit hebt ingevoerd. Dan begin je, of gewoon om een meer praktisch voorbeeld te bedenken, stel je voor dat iemand een lijst publiceert van een krant die op Silk een lijst publiceert van scholen in Nederland. Ja. Dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen, ik combineer die dataset met criminaliteitscijfers en ik wil scholen zien in een regio waarvan... Dat is natuurlijk waar het echt heel interessant wordt. Ja. En dan kom je ook... Dat zijn nu allemaal custom projecten waar heel veel tijd en energie in gaat zitten. Wat je eigenlijk zegt, in onze roadmap zou dat in de toekomst voor mensen heel makkelijk gemaakt moeten worden. Omdat die data bij ons gestructureerd is. De eenheid van al die dingen is een unieke pagina-URL. Ja. Gewoon de eenheid van het web eigenlijk. Ja. Zodra je linkt tussen die dingen, kunnen wij dus ook de data met elkaar linken. En dat is natuurlijk, dat vind ik een hele mooie visie. Dat betekent, ik geloof echt, of wij het nou doen, Silk of iemand anders, als het er is, dan is het een net zo grote revolutie als dat het web er kwam. Als je dit soort dingen kan doen. En dat maakt het ook zo leuk om dit te doen. Ja. Is wat jou betreft Silk eigenlijk dan pas een succes? Zijn al deze geldbedragen ophalen, zou dat leuk? Andere mensen zeggen gefeliciteerd. Maar dat is jouw doel toch helemaal niet? Nee, het geld is... Het is gefeliciteerd dat je nu kan doen wat je wilt doen. Ik bedoel, de mooiste analogie van...
van venture capital is gewoon dat het is alsof je tankt. We hebben een auto, we willen een roadtrip doen met een doel. En je bent gewoon, ja, we hebben gewoon volgetankt voor een tijdje. Je hebt weer voor een jaar. Ja, of hopelijk tot de volgende benzinestation en hopelijk halen we die, zeg maar. Voor hoe lang kun je rijden nu? Dat hangt er vanaf hoe hard je rijdt, toch? Dat is een hele goede analogie. Maar we hebben een roadtrip gepland en we hebben inclusief buffers moeten betalen. Als dat is. Ja, je weet waar de volgende benzinepomp ongeveer staat. Ja. Ja, nou, dat is belangrijk. Ontzettend leuk. Hey, wij gaan in ieder geval samen nog meer dingen doen. En hij heeft Afgelopen wil ik nog wel even weten, want wij hebben ook nog een van de grootste sportdatabases ter wereld. Met, altijd interessant. Of die ook met een documentje kan inladen. Ja. Ja, via onze importer. Moeten we het misschien eens even over hebben. Lijkt me wel interessant. Ja. Oké, hartstikke goed. Nou, dit is eigenlijk wat we dit programma een beetje doen. Hè? Partijen bij elkaar brengen. Zo direct zit hier nog onze vorige gasten van de Dirk Zwager advocaat. En die hebben ook nog prachtig. Die heb ik ook nog nodig. Ja. Ja. Sales meeting. Hey, bedankt voor het kijken. Je keek weer naar Topnames. Wij danken Streamzilla die er zoals altijd voor zorgt dat deze stream bij jullie thuis komt. En als je nu via YouTube kijkt, dan bedanken wij YouTube natuurlijk evenzeer. Iedere dinsdagavond zijn we er. Als je volgende week gaat het over iets heel anders. Het gaat eigenlijk over house in Nederland. Innovatie in de muziek. Dus dan zitten, als het goed is, Peter, gaan we nog eventjes naar kijken. Beneden hier in een... Peter is de techniek, voor wie dat niet weet. Zitten we hier beneden in een oefenruimte in Music U in Amsterdam, waar twee draaitafels staan. Dus kunnen we, als het goed is, ook muziek laten horen. Gaan we daarna even ons afvragen of kijken of YouTube ons dat toestaat. En dat de uitzending niet meteen weer offline worden gehaald. Maar goed, dat gaan we dan volgende week zien. Dat zien we dan wel weer. Dank jullie wel voor het kijken. Tot volgende week. Dag.